natural. Yeah. Like, if you sit there and think about it too much, your shit probably whack. Like. Ken de kracht voor een mastad om te bergen met mijn man. Maar tegelijkertijd dit verstand me dan niet te lang afvang. Kracht vertaald hem in de bussen waarop dat je het controleren kan. Kracht is een lam, maar of vele huid er tegen rammen of een licht op steen. Dat is de vraag, want hoe dat je draait of keert. Kracht is niet het wat je malig dat in het leven komt passeren. Het is verslavend en is alles een macht. En maakt iedereen dus gewapend met de kracht. Hoe dat je het leven heeft of kan kapot maken. Het is makkelijk iets of te brengen, maar de brand opraapt. Met weer open puzzelen is een heel ander karvei. Het is veel moeilijker iets te creëren dan het wat te fijn. Zo makkelijk te brengen. Iets bouwen is onderschat, want uit je bouwen kun je het weer letterlijk voorzien van onderdak. Al betekent dat niet je fysieke wijze. Op mentaal zijn er behoeftes dat we meer als om een pijs. Welk is kracht? En waarom is overslaan? Waarom controleren dus dat we niet gewillen vragen? Soms is het macht, die is machteloos gemaakt. Daarom moet het raad over je zee kracht te waan. Welk is kracht? En waarom is overslaan? Waarom controleren dus dat we niet willen vragen, soms is macht. Die is machteloos gemaakt door een moe dragen over de zekracht te waan. The power of, the mind, the power of, the mind, the mind, the power of, the mind, the mind, the power of, the mind, the power of, the mind, the mind, the power of, the mind, the mind, the power of, ken de kracht voor me moeten laten wederkeren tot stof. En tegelijkertijd de discipline voor me te storten. Met mijn passie met de kracht die in me zit en het verspreiden. Zonder dank me richten op een of andere onnodig lijden. Ken de kracht voor zelf richting te geven aan mijn leven. Dus ik bluf mezelf bij de baan zitten. Kan poleren, iedere pak en paan, alles bij zijn kraag. Soms komt het wat te dragen om mijn goesten, maar dat slaat me niet omlaag. Ken de kracht, als het wat ik niet beschouw als vanzelfsprekend. Want er komt verantwoordelijkheid bij in ons leven. Zo we weten dat we de krachten voor ons hebben te genezen. Ook toe gewone vlug even wat verder redeneren en beseffen dat we één zijn. Kan concluderen dat de krachten in me zitten voor heel de wereld te heelen en bovendien. En iedereen van ons die zesde krachten heeft dat ieder act van ons een soort onzinnelijke macht. We hebben de kracht, act van ons is uppermacht. En voor op onze eigen wijze al het harde te verzagen en het slapen te versterken. Het kleine te beschermen, het grote te ondersteunen en over ons zeven te ontfermen. Want hoe zorg je in essentie voor de wereld, voor de kerselaars? En zie niet als de wansen en de merels. Want de kracht die in u zit, zit in alles die van binnen. Dus ik wens je iedereen de kracht voor hun kracht te vinden. Welke is kracht? En waarom is zo?